Carnavalsvereniging De Pompen Zuid-Zomer heeft afgelopen week met beperkte delegatie onder wie jeugdprinses Demi den Uurste, adjudant Niels en markiezin Mayra en Fleur een bezoek gebracht aan de woonzorgcentra Egelshoeve en Zonnehoven in Zomeren. Sirius TV was in Zonnehoven waar prinses Dini van de Aker de delegatie van De Pompers hartelijk ontving. Van de Deense dansbriekjes en dan is het nu de beurt aan Carnavalsvereniging De Pompers. We hebben dit jaar geen grote prins. Maar we hebben wel ontzettende schoon jeugdhoogheden. Goedenavond, bewoners van Zonnehoven. Goedenavond voor de commissie Welzijn. Goedenavond, familieleden, vrienden, bekenden. Ik heb. En dan beginnen we met jullie. Het is niet tijd voor carnaval. Ja, dat denk ik al. Ook daar hebben ze een hele avond aan besteed. Maar ook allemaal, heel de zaal, ik dank u echt. We hopen dat we nog eventjes door mogen gaan. Tenminste, ik vermoed dat maar wel. Daarom nog bedankt allemaal. Ik weet anders ook niet mijn woorden te zeggen. Maar ook met de kinderen hier, ook met de andere kleine kinderen, waar zijn die dan? Zijn die dan naar huis? Moet je voor in de mond, hè? Oh ja. Bij deze prinses voorop zetten we Zonnehoven op zijn kop. Prinses Demi de Eerste? Ja. Jij heet Demi van Lanen, maar wie ben jij? Ja, ik ben Demi. Ik woon in Zomeren en Helmond. Mijn ouders zijn gescheiden. En mijn hobby's zijn voltige. En jumpen. Voltige is turnen op een lopend paard. En jumpen is kunstjes doen in de trampoline. En in mijn vrije tijd doe ik keyboard spelen. En onze hond heeft net puppies gekregen, dus daar knuffel ik ook wel mee. En wanneer hebben ze jou gevraagd voor prinses? Ja, op school kreeg ik een inschrijfformulier. En ik kon ook invullen als ik prinses zou worden. Maar ik had die al een week in mijn tas zitten. En toen haalde mama die eruit en zei, Demi, is er niet iets voor jou? Dus toen zei ik, ja, we kunnen het altijd proberen. Toen hebben we het geprobeerd en toen lukt het. En heb je altijd graag willen worden, of niet? Wat zei je? Heb je altijd graag willen worden, prinses, of niet? Ja. Ja? Wat doe je dan met carnaval? Ja, met carnaval lekker feesten met z'n vieren. En met een meerpoel ook feesten. En gewoon gezellig hebben met elkaar. Ja, en je moet voorop lopen, hè? Ja, zeker. En wie lopen er allemaal achter jou aan? Ja. Wie lopen er allemaal achter jou aan? Als je dan Niels, markies Fleur en markies Mayra. En wat ga je met carnaval allemaal doen? Hoe ziet jouw programma eruit? Volgende week vrijdag gaan we een scholenbezoek doen en frikandellenparty. En die zaterdag met de carnavalswagen. En volgende week zondag lunchen. Heb je er zin in? Jazeker. Hoi, nou lijstbreuk, hoe is die? Dit podiumbeest komt van stal, het is nu tijd voor carnaval. Adjudant Niels, Hoe hoor je adjudant? Word je daarvoor gevraagd of niet? Eigenlijk heb ik mezelf een beetje aangemeld. Omdat mijn broers waren 2 jaar ook. Eentje was markies en eentje was ook de adjudant.
En toen moest ik eigenlijk een beetje toekijken hoe alles moest. En ja, dat vond ik wel echt heel erg jammer. Dus, nou, maar je wilde liever prins worden, of niet? Nee, eigenlijk niet. Had je dan van Demi, jij kende Demi al? Wel een beetje, nog eigenlijk niet zo heel goed. Omdat ja, je zit toch beide in groep 8 en soms dan kom je elkaar toch wat tegen. En ja. Ja, je bent nu de rechterhand van Demi, je mag geen seconde van haar afwijken. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ben wel echt haar hulp. Ja. En lukt goed? Ja, jawel. Waar heb je nou het meeste zin in? De frikandellenparty lijkt me toch echt wel heel leuk. En op de wagen een rondje maken. Fleur en Mayra, jullie zijn markiezin. Ja? Hoe hoor je dat? Hoe hoor je markiezin? Ja, het is eigenlijk gewoon, je gaat feesten. Het is ja, natuurlijk leuk met z'n vieren en met z'n tweeën. En ja, het is gewoon zo leuk. En ja, het wordt gewoon veel leuker gewoon door gewoon samen te gaan lossen en dat soort dingen. Mayra, wat moeten jullie allemaal doen? Wij moeten zo van meelopen met zo'n meelopertje bij je van de prinses en adjudant. En ja. Nu is carnaval dit jaar een beetje anders dan anders, hè? Ja. Vind je dat erg? Ik vind het jammer, omdat je dan niet zo een hele carnaval, hoe heet dat? Heel leuk. Wat vind je nou het leukste van carnaval, denk je? Wat zal het leukste worden? Ik vind het leukste. Is het leukste. Het leukste is gewoon samen feest vieren, samen lachen, samen springen, samen dansen. Gewoon de gekste dingen met elkaar doen. Daar staat carnaval ook voor. En dat kunnen we dan gewoon gezellig met z'n vieren doen, ondanks corona. Ja. Nu zijn jullie vandaag in Zonnehoven. Wat gaan jullie nou vandaag doen nog hier? Ja, gewoon een beetje rustig aan, maar wel feesten een beetje. We gaan het er beste van maken wat we nou kunnen. Vorst Cor, toch nog een beetje carnaval? Ja, ja, gelukkig eigenlijk wel. Hè. Eigenlijk onverwacht, sinds anderhalve week. En dan hebben we toch nog een mooi programma in elkaar kunnen zetten, denk ik, met die dame. Ja, ben ik in actie gekomen of waren we al in actie? Nee, we zijn eigenlijk pas sinds vorige week. Eigenlijk toen de berichten doorkwamen, zijn we eigenlijk in actie gegaan, zijn we afgelopen weekend. En hebben we toch nog een heel mooi en redelijk programma kunnen in elkaar zetten, zeg maar. En met die dagen toch nog wel wat te kunnen doen. Ja. Iedere dag wat? Ja, iedere dag. Ja. We beginnen vrijdagsmorgens met scholenbezoek. Dat mag nou ook doorgaan. Nou, dan hebben we vrijdagavond een alternatieve carnavalsmis. Die wordt voorgegaan door Frater van Zeggelen. Die komt de carnavalsmis, die komt om 6 uur in de carnavalsmis doen. S'morgens? Nee, s'avonds om 6 uur. Oh, ja. En dan hebben we om 7 uur een frikadellenparty. Dat is eigenlijk voor de jeugd in de zaal. En in de café kunnen wij gewoon, de grote kunnen daar gewoon vertieren, zeg maar. Nou, dan hebben wij de zaterdag hebben wij het afhalen van onze jeugdhoogheden. Dus dan beginnen wij mee om 12 uur. Dan gaan we onze jeugdhoogheden ophalen, onze adjudant en marquise. En van daaruit gaan we dan onze jeugdprinses Demi ophalen. Van daaruit gaan we bij de pomp natuurlijk. Daar openen we elk jaar het carnavalseizoen, dus dat doen we dit jaar weer. We hijsen de vlag. Dan hebben we de receptie, interne receptie van 6 tot 7 voor de jeugd. En dan om 7 uur is de jeugdreceptie. Met naderhand gewoon een bal. Nou, dus, dat was de zaterdag. De zondag hebben we een brunch. Dus starten we met een brunch. Dan hebben we, dacht ik, twee zennekers die langskomen. Maar tijdens de brunch? Net na de brunch. We moeten even kijken, want die zitten natuurlijk. Ja, die hebben het nou zo druk. Ze moeten even kijken hoe het zit. En Berry Kraap en Hans Keres. Die komen langs. Dan hebben we s'avonds bal. En als het goed is, komt dan een kapel uit Eindhoven komt nog spullen. Die komen elk jaar eigenlijk wel spullen bij ons. Dus dat was de zondag. Voor de maandag overdag hebben wij het rustig gehouden. Er zijn toch mensen die moeten werken. Dus dan hebben we s'avonds, zeg maar. Dat is normaal een drukste dag, hè? Sorry? Dat is normaal een drukste dag, maandag. Overdag in ieder geval wel. S'avonds hebben wij vanaf 7 uur een carnavalsbal. En dan komt Ronald van der Lee die komt optreden. Dus, maar dat is in ieder geval niet in de ornaat. Dus dan zijn we allemaal vrij om in carnavalstenu een gezellige avond te kunnen vieren.
En dan de dinsdag hebben we de afsluiting om 7 uur. En dan willen we 8:50 willen we carnaval met de jeugd afsluiten. Allemaal alles toch wel meevallen, dat kan. Ja, zeker. Want de gevoel in de club was een beetje weg, of niet? Ja. Carnavalsgevoel. Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel. En natuurlijk heel jammer, maar niet alleen voor onze hoogheden natuurlijk, maar voor iedereen. Hadden we het eigenlijk niet meer verwacht. En nu het allemaal weer kan, en dat is toch eigenlijk wel super. Al is het allemaal de jeugd, maar dat is eigenlijk toch wel heel mooi. En we moeten ervan uitgaan dat de komende jaren weer gewoon normaal worden. Ja, daar gaan we wel van uitdagen. Ja, super toch. Misschien moeten we eerder beginnen. Is dat een overgangsjaar, zeg maar? Huh? Is dat een overgangsjaar? Ja, voor de hoogheden in ieder geval wel. En voor de jeugdhoogheden, die kunnen toch best nog veel meemaken dit jaar. En eigenlijk zie ik dat wel als een overgangsjaar. Min of meer wel, ja. Ja. Maar we hopen. Ja. Succes voor mij. Dankjewel. Veel plezier. Ja, zelf. Din van Akker, hoe word je hier prinses? Hoe ga je hier dat je prinses wordt? Hier hartstikke leuk. Ik ga geen herinnering, of stiekem had ik wel gedacht, ik weet zeker dat ze weer vragen. Had je hem gevraagd, of niet? Nee. En met een mond dicht gehouden. Ja, die jongen is er ooit geweest, hè? Ja. Wat is dat geleden? Nou, dat is geleden. Oh, daar moet ik heel erg van denken. Joost was 16 jaar, Nielsen. Ik was 16 jaar, dat is hoe lang is dat geleden? Ik ben al 62, dus dat is 46 jaar geleden. Je vader prins was? Ja, waar ergens dan? Op de lijst in Roggel, op de camping. En dan deden ze al het zomercarnaval vieren. En daar was zijn vader prins geweest. Moet je zo lang wachten? Ja, zijn moeder moest zo lang wachten voordat ze prinses werd. Ja, dat klopt. Hoe was dat vroeger toen je vader prins was? Nou, was hij gezellig. Ik weet wel hoe hij is en hoe ik ben dan. Nee, dat was ook heel, heel mooi, ja. Ben je echt een carnavalsmens of niet? Ja, ook optocht en alles, hè. Ja, heel mooi, ja. Doorgegeven aan uw kinderen of niet? Of Marinne? Nee, ze heeft doorgegeven aan... onze Erwin, die is jeugdprins geweest bij de Poppers in 2002. En ik ben prins geweest in 2016. Ja. En onze Rick, die is ook nog naar geweest bij de Poppers. Dus het zit allemaal wel een beetje in de familie geweest. Ik kreeg naar bezoek van de Poppers. De Poppers is jouw familie, of niet? Ja, de Poppers zijn familie. Ja, dat is inderdaad. Maar ook in Lierop, daar ben ik toen ook eens geweest. Dat was ook mooi. Toen waren jij... Is zijn vader boer geweest bij de Koude Voetjes. Samen met Anne. Dat is ook genoeg lang geleden. Ja. Ja. Prinses Dini, maar wat gaan we allemaal doen nou in Zonhoven? Iedere dag te pakken? Iedere dag, nog één dag. En maandag doen we hier een optocht. Hè. Met een. Hier binnen dan overal, hè? Met de rollators. Met de rollators. Ja. Ja, maar... Vandagmiddag gaan ze helemaal rond. Ja. Met z'n alles. En dan hebben ze daar de optocht, zeg maar. En dan als vier we bij elkaar komen beneden. En dan is dan een beetje carnaval. En dan zit het er eigenlijk weer op, hè? Dan moet je toch iets doen, hè? De buurt. Al die straten doen ook iets, hè? De boven overal, hè? Had je ook de muisbreuk? Ja, die... Met deze prinses voorop. Zetten we Zonnehoofd op zijn kop. Veel plezier. In Zemmeren welkom in het feestgeluid. In Zemmeren rondom in Langloop. Met z'n allen samen. Allemaal vrienden bij elkaar. Dan vinden de poppers toch zo fijn. Gezelligheid het grootste gevaar. Als poppen gaan wij carnavallen. Als pompen loop ik voorop, als pompen ga ik naar de bal. Als pompen heb ik geen stof, op zaterdag dan hissen we de vlag. De start van mijn dagen tot op pret,
naar de pomp wordt het een mooie dag. En we gaan nog lang niet naar bed.